Kinderen zijn eigenlijk best onhandig. Ze vallen van de glijbaan, lopen tegen de voetbaltrainer aan en stoten hun beker melk wel alleens om. Maar bij sommige kinderen is die onhandigheid nog wat extremer. Zij krijgen hun veters echt niet gestrikt, trappen altijd naast de bal en die beker melk die valt heel vaak om. Ik viel daar de hele tijd af. Ik kon er geen 1 seconde op staan. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en vandaag gaan we naar een therapiekamp bedoeld voor die extra onhandige kindjes. Want ja, het is echt een aandoening. Het heet DCD. En professor Katrijn Klingels van de U Hasselt die legt ons uit wat DCD juist is en wat je eraan kan doen. Waarom zijn sommige kinderen zo onhandig? Elk kind is soms onhandig. Dat hoort bij het opgroeien. Dat een 2-jarige nog vaak morst bij het eten, dat is normaal. En ook voor een 8-jarige is dat soms nog moeilijk. Maar bij sommige kinderen is er echt iets aan de hand. Die kinderen bewegen houterig, die botsen tegen andere kinderen op of laten dingen vallen of struikelen vaak. En dat kind heeft misschien DCD. En DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Kinderen met DCD die hebben dus moeite met bijvoorbeeld een bal vangen, knippen of leren zwemmen, omdat er problemen zijn met de ontwikkeling van hun evenwicht, hun coördinatie en hun kracht. En het is blijkbaar geen zeldzame aandoening. Het komt voor bij 1 op 20 kinderen, dus dat wil zeggen 1 kind in elke klas. En voor die kinderen is het ook wel moeilijk, want naast de moeilijkheden die ze hebben in hun motoriek, hebben ze ook vaak laag zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, zijn ze onzeker en worden ze soms ook gepest. Wanneer gaat het dan mis? Moeten die kinderen gewoon wat vaker oefenen voor ze bijvoorbeeld kunnen zwemmen of netjes met mes en vork kunnen eten? Wel, ze moeten inderdaad harder oefenen, maar het is complexer dan dat. Het is niet zo dat wanneer een gemiddeld kind 10 keer moet gaan fietsen voor die het kan, dat een kind met DCD 20 keer moet gaan fietsen en dat het dan ook lukt. Sommige dingen blijven gewoon moeilijk. En dat zit zo. Wanneer een kind een nieuwe motorische taak moet aanleren, gebeurt dat in 3 fasen. Bijvoorbeeld bij het veterstrikken. Je moet eerst vertrouwd raken met de taak. Dat is fase 1. Dus ik leer stap voor stap wat ik juist moet doen. Ik moet 2 oortjes maken. Ik kruis de oortjes en ik steek 1 oortje hierdoor. Zo. En mijn strik is gemaakt. Als dat lukt, dan ga je die taak verfijnen. Dan ga ik leren dat ik 2 even grote lussen moet maken. En ook dat ik dan bij het aanspannen, dat ik goed aan de 2 lussen trek, zodanig dat ik een stevige strik heb. En dan in de 3e fase gebeurt het op automatische piloot. Dus nu kost het mij geen moeite meer en kan ik eigenlijk terwijl ik strik ook iets anders doen. Bijvoorbeeld deze uitleg geven. En als je die fase ook doorheen bent, dan verleer je zo'n taak ook niet meer. Maar kinderen met DCD hebben vooral problemen in die laatste fase, dat automatiseren. En dat is frustrerend voor hen, want dat maakt dat ze ook vaak taken weer verleren. Bijvoorbeeld wanneer een kind in de winter botjes aandoet en in de lente terug sneakers krijgt, kan het zijn dat dat veterbinden niet meer lukt. Hoe gek eigenlijk? Hoe zou dat komen? Is er dan iets mis met hun spieren of met hun hersenen? DCD is een ontwikkelingsstoornis, net zoals autisme-spectrumstoornis, dyslexie en ADHD. Maar wat de oorzaak is, daar is eigenlijk nog weinig over gekend. We weten, er is niks mis met het IQ van de kinderen, maar we zien wel dat de ontwikkeling van hersendelen anders verloopt. En waarom dat juist is, weten we nog niet goed. We weten wel dat bij kinderen met DCD soms een van de 2 ouders het ook heeft. We weten dat het vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes en dat het ook bij kinderen die vroeg geboren zijn vaker voorkomt. En natuurlijk, kinderen met DCD zullen ooit hun veters wel leren strikken en het dan niet meer opnieuw vergeten. Maar van DCD raak je niet af. Kinderen met DCD die groeien op tot volwassenen met DCD en bij elke nieuwe levensfase horen nieuwe uitdagingen. Zo kan bij een jong volwassene het moeilijk zijn bijvoorbeeld om met hun fiets te navigeren in het verkeer. Want je moet je evenwicht houden, je moet je hand kunnen uitsteken en je moet ondertussen het verkeer ook in het oog kunnen houden. En ze kiezen vaak om bepaalde motorische activiteiten te vermijden. Zo kiezen ze ervoor om niet een instrument te gaan bespelen of om niet mee in teamsport te doen. Maar als ze volwassen worden, ja, zijn er bepaalde zaken ja, die je wel moet doen en die je niet kan vermijden in je werk. Bijvoorbeeld het orde houden op je bureau, een goede planning maken. Daar lopen ze dan tegenaan.
Dus hoewel DCD iets is waar je in principe niet meer vanaf raakt, is Katrijn toch benieuwd hoe deze kinderen zo effectief mogelijk geholpen kunnen worden. Daarom meten Katrijn en haar team voor en na het therapiekamp de hersenactiviteit van de kinderen. Om dan te kijken wat het effect is van een week lang begeleid te bewegen. Op korte termijn ziet het er in ieder geval positief uit. En zo zagen we bijvoorbeeld de eerste dag een kind dat heel veel schrik had om te fietsen en moeite had om te starten met fietsen en om te draaien. Zien we nu de vierde dag dat dat al veel vlotter gaat, het fietsen. En dat hij al meer zelfvertrouwen heeft en dat hij zelfs op een speciale eenwieler al probeert. En dat is eigenlijk wat we hopen met dit kamp. Door heel intensief een week lang te oefenen, dat een kind zijn evenwicht gaat verbeteren, dat ook de grove motoriek in het algemeen verbetert, maar ook dat het zelfvertrouwen en het plezier in bewegen verbetert. En dat zou voor ons een hele grote stap zijn. Dankjewel om deze video helemaal uit te kijken. Wist je trouwens dat wij ook podcasts maken? Elke donderdag komt er een nieuwe uit en die kan je dan beluisteren via eender welke podcast-app en op VRT Max. Tot de volgende!